voor Masterclass. En ik werd gevraagd of ik jullie ook een flikfilm wilde aanleren. Ik was een beetje aan het twijfelen hoe ik dat zou moeten doen. Maar ik weet het nu, dus dan ga ik jullie een flikfilm aanleren. Stap 1. Ga 10 tellen in een boogje staan. Ik pak 9-10. Nou, als dat een beetje moeilijk vindt, kan je ook 5 tellen doen. De volgende oefening is, je gaat zo staan, wees je benen uit elkaar en maak je een boogje achterover. En dan schop je je benen op. Dan nog een keer voor je laat zien. Beetje voeten uit elkaar en naar achter. En dit was wel iets sneller, maar dat maakt niet uit, want ik kan het steeds sneller gaan doen. De volgende stap is, zoek een muur of ja, ik ga het nu tegen deze kast doen. Wauw, deze kast. En dan ga je zo staan. Door je knieën en goed zorgen dat je helemaal uitgerust bent. Dat kan je een stuk of 5 keer doen. De volgende stap is, je kan eerst op de trampoline gaan of een matras. En dan ga je eigenlijk al een beetje spelen met de flikflak. En uiteindelijk wordt hij er zo uit te zien. Het is belangrijk dat je bij de flikflak goed steunt op je armen. Als je dat niet doet, zak je in elkaar en lig je op de grond. Ik zal het voor één keer voor jullie doen. Nou, dit was het einde van de masterclass. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En tot de volgende masterclass. Doei!